Ja, HeartSaver is een VZW die zich tot doel heeft gesteld om het aantal hartstarters, AED's, te verdubbelen. Er zijn er veel te weinig. België heeft er 10.000, Nederland heeft er bijna 100.000. Dat zegt voldoende. We hebben veel te weinig AED's. En de AED's die we hebben, zijn vaak niet bekend bij de mensen of zijn niet publiek beschikbaar. Het grootste probleem is dat er in België elke dag meer dan 30 mensen een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. En dat de meeste omstanders die daarmee worden geconfronteerd niet weten wat ze moeten doen. Als je het vermoeden hebt dat iemand een hartstilstand heeft, bel 112. Start onmiddellijk hartmassage. Borstkas 5 centimeter diep indrukken op de maat van Staying Alive van de Bee Gees. En laat iemand zo snel mogelijk een hartstarter halen. Dat apparaat legt zichzelf uit en je volgt gewoon de gesproken instructies van dat apparaat. Plakt de elektroden op de borstkas en indien nodig zal de hartstarter een elektrische schok toedienen om het hartritme weer te normaliseren. Je kunt zelf geen elektrische schok krijgen. Het enige wat er kan gebeuren is dat je een mensenleven redt. En dat gebeurt nog veel te weinig. Het gebeurt 10.000 keer per jaar dat mensen in België een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. De kans is absoluut niet denkbeeldig dat het ook uw werknemers of de bezoekers in uw bedrijf treft. Je kunt ook als ondernemer met een gerust hart gaan slapen door ofwel zelf in uw bedrijf een hartstarter te installeren, al dan niet met andere sponsors erbij op uw bord aan de buitenkant, of door in een crowdfunding project te stappen waarmee u als bedrijf een hartstarter voor een school of een sportinstelling of wat dan ook in uw omgeving te ondersteunen. Je kunt zo'n apparaat zelf aanschaffen, je kunt het ook huren. In dat geval kost het €50 per maand al in, dus een financiële barrière hoeft er eigenlijk niet te zijn. Als je op die manier ons als ondernemer met een gerust hart kunt gaan slapen en daadwerkelijk een mensenleven redden als de nood aan de man is, dan is dat iets wat wij namens de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen en de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde met heel veel plezier onderschrijven. Hier willen we echt een lans voor breken. Doe er iets aan en doe het vandaag. Ga naar de website van HeartSaver en neem actie.